volstrekt onzinnig plan. Waarom? De Kubus doet fantastisch goed werk, bereikt heel veel mensen, doet ook al heel veel dingen in de wijken en met scholen en doet het ook mooi geconcentreerd en doet ook nog provinciale dingen. En het is een heel noodzakelijke voorziening voor de stad. Peter Schot van D66. Voorstel waar de PVV en Leefbaar mee komen om de Kubus op te heffen en op te knippen. Hoe kijkt u daar als wethouder tegenaan? Nou, dat lijkt me niet zo'n hele handige, want de MFA's, daar is geen ruimte in een beeldhouwlokaal. Je kan daar niet schilderen, er zitten geluidsdichte studio's in de Kubus. En bovendien, dan heb ik een lege bouw staan wat de Kubus heet. Ja, dat is natuurlijk even niet de bedoeling. Bovendien heb je dan andere openingstijden en bedrijfseconomisch is het reuze onhandig om op 8 decentrale plekken te zitten. Dus ja, ik heb een beetje het idee dat het een spontaan idee is geweest, maar dat er niet goed nagedacht is over wat de Kubus werkelijk biedt. Dus ja, ik vind het een beetje onbedacht eigenlijk.